Het geneesmiddel van de week is codeïne. Waarom codeïne? Codeïne is een hoestdempend geneesmiddel en ook een pijnstiller die regelmatig wordt gebruikt, onder andere in combinatie met paracetamol. Het effect van codeïne wordt bereikt na omzetting van codeïne in morfine. Codeïne valt dan ook deels onder de opiumwet. Codeïne kent twee belangrijke toepassingen. De eerste indicatie betreft het hoestdempend effect. Het wordt toegepast om de hoestprikkel te dempen. Een tweede indicatie is pijnstilling, meestal in combinatie met paracetamol. Paracetamol en codeïne hebben allebei een pijnstillend effect. Paracetamol-tabletten van 500 milligram met 10 milligram codeïne zijn geregistreerd voor de behandeling van lichte tot matige pijn en koorts. Paracetamol-tabletten met 20 tot 60 milligram codeïne. Zijn beschikbaar voor matig hevige pijn na falen van enkelvoudige therapie, bijvoorbeeld na een operatie of bij kanker. Er bestaat echter wel twijfel over de toegevoegde waarde van codeïne aan de effectiviteit van paracetamol. Klinisch onderzoek naar de effectiviteit van de in ons land beschikbare vaste combinaties ontbreekt. In het farmacotherapeutisch kompas wordt het gebruik van deze geneesmiddelen daarom ontraden. De bijwerkingen van codeïne zijn onder meer sufheid, misselijkheid en met name obstipatie bij herhaald gebruik, vooral bij hogere doseringen en bij gebruik gedurende meer dan één week. Ook kan bij gebruik van te hoge doseringen codeïne of bij gebruik van codeïne bij kinderen ademhalingsdepressie voorkomen. Die bijwerkingen zijn wel te begrijpen omdat codeïne wordt omgezet in morfine. Codeïne is dus een prodruk. Het moet eerst via het CYP2D6-enzym worden omgezet in morfine. Omdat ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking een genetisch polymorfisme heeft van dit CYP2D6-enzym, dat geassocieerd is met een vertraagd metabolisme, zal in die groep codeïne niet of nauwelijks effect hebben. Het andere uiterste van het spectrum zijn de ultra-rapid metabolizers. Die vanuit codeïne juist heel veel morfine zullen aanmaken. Dat betreft ongeveer 3% van onze bevolking. Bij hen is het risico op overdosering verhoogd, zelfs bij normale therapeutische hoeveelheden. Ernstige gevolgen zijn beschreven, zoals het overlijden van een baby door morfinevergiftiging via de moedermelk van een moeder die postnataal een combinatiepreparaat paracetamol-codeïne gebruikte als pijnstiller. Na genotypering bleek deze moeder een ultra rapid metabolizer te zijn voor CYP2D6. Samenvattend: codeïne wordt toegepast vanwege het hoestdempend en pijnstillend effect. De werkzaamheid van de vaste combinatie met paracetamol als pijnstiller is twijfelachtig en gebruik van deze combinatie wordt daarom ontraden. Codeïne is een prodrug. En werkt na omzetting in morfine door het CYP2D6-enzym. En omdat van dat enzym genetische polymorfismen bestaan, die kunnen leiden tot een versnelde of juist een vertraagde vorming van morfine, is het effect bij onbekend genotype onvoorspelbaar.